het moment. Opkomen, die tunnel uit. Voor een wedstrijd tegen niet zo jong meer Feyenoord. We zagen even Koen zwaaien. En dit ziet er bijna professioneel uit. En daar staan ze, de Feyenoorders. Maar dit team heeft 2 keer zoveel volgers op Insta en YouTube als de hele Eredivisie bij elkaar. Dan een driehoekje, of een driehoeksverhouding, door de bankzitters. Joestoep, Calvin, Matty, Raoul, Stefan, Glenn, JJ. Matty is zo blij als een Feyenoordkind, zingt en danst mee. En dan Koen. Met een 1-2'tje. Kijk eens. Ja, hij is natuurlijk de OC Tutu van de creators. En hier zien we links Matty. En Koen worden onder druk gezet. Oh jee. Worden onder druk gezet, maar komen daar uitstekend uit. Slorry is nu op links. Hij heeft daar Koen tegenover zich. 2 stijlen die botsen. En daar is dat een vrije trap. Nee toch? En, nog niet genoemd, Ali Boussaboum. Ali Boussaboum. Oh, wat een goal zeg. 2-0 voor Feyenoord. Noah kansloos, hard en zuiver. Na 9 minuten, met dit ritme worden 20-0 over 90 minuten. Hij kon niet slapen. Voorafgaand aan zijn droomduel. En daar Koen. Die probeert Matty te bereiken, maar zit niet echt op dezelfde lijn. Over de zijlijn die paas. Publiek kijkt verbijsterd. En geamuseerd toe. Naar deze paas. Op de foto gegaan. Koen krijgt een cadeau van de coach. Nee, dames en heren. Goed dit zeg. Oh, zij Tutu. Fucking mooi. Hij is één maatje groter dan die hoopte, maar dat is niet anders. Nou, is het wel goed. Gio, Glenn, coach Roy, Michael Mols, Arsenio, Koen met Appel, Luca, Frazi en straks ook Paul. Die is aan het inpakken. Bij Brederodes wordt er gespeeld. Dat een voetbalkamp heeft. Hij eet verder aan zijn appel. Zij zijn onder de indruk. Koen blijft knap overeind. Speelt dus met OC Tutu op zijn rug. Rijn. Marlon heeft bij Brederode gestiept. Oh, wat is dit voor enorme blooper zeg. Hoe krijgt hij hem over? Hoe krijgt hij hem over? En Koen daar links onderin, die lacht zich rot. En die herinnert... Die spelen er nog even aan dat dit allemaal gefilmd wordt en vertoond gaat worden. Dan moet hij bij de scheidsrechter komen, Koen. Wegens buitensporig plagen. Van de coach die zijn speler met dat goud op het shirt erin brengt. Dan Koen redt die bal van de lijn. Koen doet Matina. Met weer een sliding. Arsenio. Ja, en daar hebben die spits weer. Die is ook sluw. Strafschop. Valt heel makkelijk, maar weer dus een strafschop. En Koen tikt die bal even lekker weg. Dat Joram, net 12 jaar geworden, mag nemen. Koen houdt van kindertjes pesten. Joram schuift hem naast zich. Ach, gut, ja. Let dan op Matty en Koen. Die geven alles. In de achterhoede met Koen, mijn trouwe compagnon, en met Stefan. Ik ben nu de rechtsback stond. Het ging echt mega goed, ja. Mega goed. Ja, en? Ging oké. Okay. Kortom, Koen heeft nog nooit gescoord voor The Creators. Moet hij weer eens meedoen? Laat het achter in de comments.